Even leek het doek te vallen voor het ontmoet- en groetplein in Eindhoven op het Kastelenplein. Maar dankzij vrienden van de thuiszorg kan het nu toch blijven bestaan. De stichting neemt de organisatie over van Zuidzorg. Belangrijkste motivatie? De eenzaamheid onder ouderen moet worden teruggedrongen. En deze pleinen helpen daarbij. De eenzaamheid bij de ouderen, die een van de speerpunten van de regering, om die op te lossen, is dat wij dus het ontmoet- en groetplein open houden, zodat mensen elkaar, zoals de naam al zegt, elkaar ontmoeten en elkaar kunnen groeten hier, zodat we ze achter die voordeur, waar de eenzaamheid zit, hier hun de kans geven om elkaar te ontmoeten. En dat zie je dat ook gebeurt hier. Want voor veel ouderen is het wekelijkse uitstapje naar hun ontmoet- en groetplein een welkome, maar ook belangrijke onderbreking van het alleen zijn. Ja, je gaat die mensen leren kennen, hè? En dat is toch wel fijn. Want thuis zit ook maar thuis. Het gezellig een spelletje doen of zo. En gewoon mogen bepraten waar je mee zit. Je mag gerust zeggen dat je je eenzaam voelt of dat je je niet lekker voelt. Dan wordt er niet gezegd wat een vervelend mens. Nee. Je mag dit hier kwijt. Vrienden van de thuiszorg willen het ontmoet- en groetplein dus open houden. Ze hopen wel op sponsoring of subsidie om de activiteiten voort te kunnen blijven zetten.